Hey hallo, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering. Dit weekend zijn we in Duitsland en de baan zelf heet Hockenheim. We pakken natuurlijk weer Max Verstappen. We selecteren Duitsland. We gaan vandaag even kijken een klein aantal rondjes doen. Ik zat te denken gewoon aan 5. Is prima. Here we go again then for another round of Grand Prix action. The conditions are just right to spice up the racing in this part of the world today, and we're all itching to get underway. Nou, het is vandaag droog, wel bewolkt, maar gelukkig geen regen. Zoals ik net al zei, we gaan een kort rondje doen. Een korte rondje, 5 rondjes maar. Het zal ook een korte video worden uiteindelijk. Dit is de baan, Hockenheim, Duitsland. Niet zo heel erg hoogteverschillen. Behoorlijk lange rechte stukken, vrij snelle baan. Even kijken waar we gaan starten. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Hamilton, Kimi Raikkonen, and Verstappen. De zesde plaats hier. Magnussen, Sainz, Hülkenberg, and Esteban Ocon. Vrij achterin. Perez, Van Dorn, Fernando Alonso, and Grosjean. Nou, laten we maar naar de start gaan. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. Klik in de maan. Start de race. Even wachten op degene die ook de settings moeten veranderen. Het is maar een hele korte start naar de eerste bocht. Dus ik hoop dat ik een beetje aan de binnenkant kan blijven. Ik verwacht maar niet dat ik mensen ga inhalen, want ik ben niet zo goed met de start. Maar wellicht in de race. En we zijn los. Kijk, daar komen ze al gelijk. Links. Nou ja, ik heb hem eentje voorbij laten gaan. Eigenlijk alweer één te veel. Ja, en omdat het een korte race is, zal ik weinig mensen inhalen. Ja, ik ga het natuurlijk wel proberen. Het mooiste zou zijn als ik in ieder geval het podium haal natuurlijk. Kijk hoe druk het is. Dan ging het bijna fout. Hier was ik een beetje te agressief, maar... Ik ben er wel 2 voorbij. En niks gebeurt. Misschien Vettel nog even pakken. Oh, oh, oh. Dat was even tegen de band aan. Ah, Bottas heeft snelste ronde. Die rijdt ook het verst natuurlijk. Hop. Nou, we zijn nu alweer op P2. Nou, één rondje op de baan. Nog even kijken of we Bottas nog kunnen pakken. Nou, dit is een heel lang rechtstuk. Normaal heb je hier ook DRS. Pas vanaf ronde 3 is dat. Hele scherpe bocht naar rechts. Eigenlijk te laat geremd. Nou, we komen iets in de buurt. Hier even remmen. Ik
Misschien dat we hem hier kunnen pakken zo. Ja. Nee. We hebben in ieder geval DRS is enabled. Wel het snelste rondje. Ja, zometeen komen we dat hele lange rechte stuk wat ik net zei. Dan kan ik wel mijn DRS open doen. Als ik in ieder geval vlak achter Bottas blijf. En dat zal hier zometeen naar links zijn. En op dit moment aangeklikt. Kijken of we een beetje in de buurt kunnen komen. Nou, de Mercedes is sowieso natuurlijk al een stuk sneller dan de Red Bull. Dus als ik mijn DRS opengooi, heb je kans dat we eigenlijk gewoon net zo hard rijden. Dus moet het in de bochten, moet ik het gaan proberen. En dat is dus hier, kijk. En even volhouden. Mooi is als je kan, een gaatje kan slaan natuurlijk. Bottas die gaat hier natuurlijk nu de DRS krijgen. En op het lange rechtstuk straks ook. En hij zit nog vlak achter me. Kijk, hier heb je het rechte stuk. En hij zit niet binnen de seconde, dus geen DRS. En ik heb die ook niet. En de Mercedes gaat harder, dus hij zal iets in de buurt komen. Daar gaan we weer. Nou, als ik op de map links kijk, zie ik dat hij wel heel dichtbij zit. Dus de druk is er wel. Nou, gaan we bijna naar het laatste rondje. Oh, iets te ver. Dan begint nu het laatste rondje. Nou, ik denk wel dat het goed gaat komen. Hij zit nu al bijna bij de 3 seconden achterstand. Geduld hebben we deze bocht. Niet te snel op je gas. Anders ga je spinnen. Ik zal even de benzine naar standaard zetten. Nou ja, vandaag ook geen pitstop. Omdat het gewoon een kort raceje is. Een korte video. Normaal ga ik altijd voor zo'n iets van 18 tot 20 rondes. Maar het is vandaag zo warm bij het opnemen. Maar ik denk er moet toch wel wat opgenomen worden. Voor dit weekend natuurlijk. Nou, laatste bochten. En door. En naar de finish. Nou, natuurlijk weer langs de pitmuur. Daar staan ze normaal allemaal te juichen. Fantastic. You've won the Grand Prix. Nou ja, dit was dan het race in Duitsland. Hockenheim. En ik hoop dat Max Verstappen ook hetzelfde kan presteren. Vandaag, in ieder geval in de race. Ik heb mijn best gedaan. Vanaf P6 werd ik nog ingehaald bij de start naar P7. En uiteindelijk toch nog eerste worden. En dat in 5 rondjes. Kijk, staat er wel mooi hoor in het midden. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the ja, day?
Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze korte video dan normaal. Volgende keer zullen we in Hongarije zijn. En dan zal het wel gewoon weer een langere video worden. Ik wil jullie bedanken dus voor het kijken. En voor dit een leuke video, duimpje omhoog. Vergeet even niet te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video.